Oké, het eindpunt is in zicht, man. Daar is het ziekenhuis. Daar is Wouter en... Huh? Deze bus stond er volgens mij niet, toch? Wat? Nee, hebben we het over... Nee, hebben we het al niet overhoofd gezien, man. Toch? Denk mij. Ja, ik moet wel even wat eten. Ga je erin kijken? Dan... Even kijken, ik kijk er ook wel even in. Wow. Wat zit hierin, Kevin? Wow, jezus, man. Wat is dit? Dit lijkt op een grenade launcher en een lijkt op C4. Laat mij dat snijpen. Nou, ik pak die baret wel. Hé, hey, ja? Leg die sniper maar even terug. Geef die maar aan mij. Waarom? Ik ben hier van de politie geweest. Ik weet hoe ik hem overweg moet. Oh, maar ik ben... Ja, leg nou maar terug. Ja. Weet je het heel zeker? Ja? Ja, ik weet het heel zeker. Ja, alsjeblieft. Maar kan ik dan ook een geweer krijgen of zo? Want... Neem jij dit maar. Ah, ja, het is tenminste een geweer, dus ja. Oké, je hebt er niet echt veel kogels voor, man. Maar goed, het moet wel goed komen, zo lijkt mij. Kijk uit voor dat vuur. En daar is het. Holy shit. Nou, eindelijk 2 uur volgens mij. Dan zijn we weg geweest. Het is een beetje gek gokken, maar oké, gebruik je sniper, man. Er zit wel een grote terugslag op. Jezus, man. Er zijn wel veel zombies daar. Er zijn wel heel veel zombies daar, maar ja, ik denk dat ze niet binnen zijn. En zorgen onze kogels. Mag hopen dat ze naar buiten zijn. Kijk uit naar je kogels. Ja, ik heb dan maar een paar kogels, maar. Kijk uit, hè. Dat je niet op mij schiet. Dan heb je echt een probleem. Ja, rustig. Waarom zou ik je op je gebruik je mes maar. Ja, die mes is veel zuiniger natuurlijk. Zo, mooi. Oké, hier zijn nog veel meer. Jezus, man. Een kleine zombie. Holy shit. Kijk uit! Oh shit. Kapotte brug. Kijk uit! Hoe kunnen we dit aanpakken? Je hebt toch vet veel geweren, man? Je hebt toch gewerkt bij de politie, zei je? Nou, doe je ding dan. Ja, maar, jij hebt zoveel spullen. We hebben nooit met explosieven gewerkt. Ja, ik was ook maar een oude agent. Dan kon je beter die aan mij geven, toch? Lijkt mij. Of niet? Kom, wacht. Probeer de bus op te komen. Jongens, ze zijn niet allemaal naast, man. Ze komen richting ons toe. Kom de bus op. Snel. Oké, kijk uit. Oh, kijk uit. Holy shit. Kom de bus op. Holy shit. Oké, ik ben op de bus. Oké, hier zijn we al een stuk veiliger, maar... holy shit. Allemaal... ze staan ook allemaal in de fik, man. Of tenminste, ze staan... Oh. Gooi de man. Ik probeer wel iets. Gooi explosives of zo. Doe gewoon dat. Je kan zelf wel zien dat... Wat heb je... Holy shit, dat werkte vet goed. Heb ik ook nog... Nee, ik heb geen munitie meer voor mijn geweer. Nee, shit. Ik probeer er nog wel één. Wow! Kijk uit, yo. Holy shit, dat was... Oren. Oh, fuck. Oké, oh, nice. Ik hou van deze wapens. Nu is onze kans, kom op. Let go. Springen. Kom op, snel. Oké, hiervoor. Kijk uit. Wacht, ik heb nog een wapen. Mag ik hem testen? Doe maar niet. Waarom vraag ik het aan jou? Wow, what the fuck is dat? Wow! Daar kwam vuur uit, man! Daar kwam gewoon vuur uit! What the hell is dat voor bus? Wow! Daar kwam gewoon vuur uit, man! Wow, what the fuck? Oké, ik ga hier even in het ziekenhuis kijken, oké? Wacht, zal ik de ingangen beschieten met het wapen? Ah, hier zijn nog meer zombies. Huh? Gast, hier zijn nog meer zombies in een achterdeur. Die zijn allemaal... What the fuck? Kijk wel uit, hè? Die zijn allemaal zombies. Loop even door. Loop door. Dit is niet veilig, man. En die hele ziekenhuis... Gast! Waar zijn de anderen? Waar zijn de anderen? Ja, hier naar beneden. Maar waar zijn de anderen? Het is helemaal... Het is helemaal geruineerd. Oh! Holy shit. Mijn been. Er is daar ook een trap. Daar. Shit. Wat doe je? Oké. Kijk uit. Nog een paar zombies. Sla die even kapot of zo. Wat is dit? Slaas niet kapot. Verder, wees gewaarschuwd. Wat staat erop? Niet verder, wees gewaarschuwd. Wat is hier nou in de hand? Stilstaan! Wie zijn jullie? Wacht. Hallo. Hallo. Hey! Wouter! Waar waren jullie? Jongen! Oh, ik ben zo blij dat jij er bent. Maat, kom binnen. Hier is veilig, kom snel. Oh, what the fuck, maat. Kijk uit, man. Die waren zo met allemaal zombies. Waar waren jullie? Ik kan weer lopen. Ja, ik ben... Hebben jullie de zombies niet gezien? Pas op zombie. Oké, schiet je even dood? Ik heb er geen munitie meer. Kijk dit wapen. Ik heb munitie. Ja! Nee, kijk. Oh joh.
Oké, okay, nice. Veilig. Oké, kijk wat we gevonden hebben. Ja, dat hebben we zo net gevonden, maar dat is echt niet belangrijk. Oh. Schiet ook even dood. Kijk uit, jongens. Wacht, laat maar. Kijk uit, jongens. Okay, wacht, mooi. Kijk, Wouter. Kijk deze. Wow. Ja, we hebben net gevonden in een bus. Pas op. Ja, jongens, doe even niet zo maloot met jullie spullen, man. Oké, vertel. Oké, wat er is gebeurd? Waar is Tycho? Ja, die... Lang verhaal, ik ga het je uitleggen. Maar, waar waren jullie? Ja, ik was in het ziekenhuis. Ja, dat weet ik al. Tot de zombies kwamen. Ja, maar, oké. Misschien... Jullie zouden er om twee uur terugkomen. Hé, maar één ding, je merkt het niet eens. Fucking meneer Verstegen is er niet. En je merkt het niet eens. Waar is hij? Ja, nou, gast, wat er is gebeurd? We zijn hem kwijtgeraakt door deze sil. Nee, helemaal niet. Hey, weet je wat er is gebeurd? Niet zo, we gingen gewoon looten, we gingen gewoon spullen verzamelen. We gingen spullen verzamelen en wat er gebeurde was... Ja, kom jij ook even hier? Ja. Nou ja, en wat er gebeurde... Kan er maar doen. Stom verhaal, maar ja, we kwamen een paar bandieten tegen en die... Ja, die waren niet heel aardig. En toen wouden ze onze beest zien en hadden ze dus meneer Verstegen... Oh, hadden ze meneer Verstegen opgesloten om die beest te laten zien, weet je wel. Dat ze, en wie waren dat? Ja, dat weet ik dan niet, man. Een of andere... Hoe zagen ze eruit? Nou ja, ze hadden allemaal bivakmuts op, volgens mij. Ja. Hele sterke wapens. Ja. Ja. En hele sterke wapens. Ja, maar gelukkig hebben we nu ook wel wat gevonden zo net, maar dat is niet echt heel belangrijk. Maar ik bedoel van, wat we toen hebben gedaan was, ze wouden dus onze beest laten zien. Dus ik heb die oude beest van Tycho laten zien. Ik denk dat je die niet weet, maar misschien heb je daar een beetje van gehoord. Ja, wel van gehoord. Ja, nou ja, en dat is Tycho, het verhaal. Ja. Dus... En de dokter. Ik ben blij dat je beter bent. Ja, alleen, ik voel me een stuk beter. Wat is er gebeurd? Optimaal. Luister. Ben je gevlucht of... Een half uur geleden kwamen de zombies aan in het ziekenhuis. Op een gegeven moment was de hele ingang bedekt met zombies. Ik kon helemaal niks zien. Op een gegeven moment... Ben ik gewoon naar boven gevlucht, heb ik daar, weet niet precies meer, want het is allemaal vaag in mijn hoofd. Heb ik daar een ruitje in getikt en ben ik gewoon, ja, eruit gesprongen. Het was niet heel hoog, dus dat kon ik nog doen eventueel. En het is gelukt, maar ja, de rest heb ik gewoon achter moeten laten, want ja, het was of mijn leven of zijne. Ja. Sorry. Ja, dat snap ik. Ik ben blij, maar ik niet. Zijn hun nu dood? Nee, ik dat weet het niet. Maar ja, we gaan... Laten we het zeggen, we gaan het niet riskeren. Er zijn zoveel zombies daar, ik weet niet dat je het hebt gezien. Kijk, daar maar is ook weer... Wel. Jongens, we kijk uit, achter je. Kijk uit. Ja, we moeten Tycho wel even terugvinden. Ik denk dat hij het ook is gevlucht, man. Jongen, hij is zo heus wel gevlucht zijn. Dan moeten we hem gaan zoeken. Sorry, het is heel vlak bij ons beest. En meneer Verstegen, wat gaan we daarmee doen? Door jou zijn we kwijt geraakt. Jongen, doe eens niet zo. Als je nou slim nadenkt, wat is een verzamelpunt waar iedereen bij kan komen? Jongens, dat is de kamp. We moeten een plan maken. Verstegen zit nog steeds in de base van die gekke. Nee, maar misschien Tycho is hij nog zit gevlucht. Nog steeds bij die zombies. Nee, maar dat hoeft niet. Misschien is hij al lang gevlucht. Weet je wat? Jongens, zombies. Ja, laten we gewoon naar het kamp gaan en shit, jongens. We gaan wel. Oké. Ja, we gaan wel zwemmen. Okay, we moeten zwemmen. Okay, spring, snel. Oké, jongens, hier is vuur. Kijk uit. Oh, dat stonk echt. Snel door. Oké, snel. We gaan naar het kamp en dat is echt een hele goede verzamelpunt. Ik denk dat ze daar zijn. Daar kunnen ze heel goed zijn, jongens. Pas op, Echo. Snel, we gaan naar het kamp.